Welkom bij Bodemleven. Goed, wat hebben we nu allemaal nodig om te gaan fermenteren? Ten eerste hebben we een bokaal nodig. Daarbij horen we zout, onze groente. In dit geval gebruik ik rode kool. Dan hebben we een snijplank nodig, een mes en een kom om onze groente in te doen. Hoe gaan we nu te werk? Stap 1, gaan we eigenlijk onze rode kool in dit geval gaan kuisen en in fijne reepjes gaan snijden. Voilà, ziezo. Zoals jullie kunnen zien heb ik nu de helft van mijn rode kool gesneden. Hoe snijden we best de rode kool? Is eerst in de helft snijden. Daarna halen we onze harde binnenkant eruit. Hier deze driehoek. En dan gaan we deze eigenlijk gewoon heel simpel in kleine sneetjes of kleine reepjes gaan snijden. Daarna mag het rode kool in deze kom. En wat gaan we daarna doen als volgende stap? Is eigenlijk onze rode kool gaan kneden. Je kan dat doen met de hand of met een vork. En de bedoeling is dat we ervoor zorgen dat er hier sap uitkomt. Het is ook afhankelijk van welke groente komt er meer sap uit. Dus bij rode kool heb je dat iets minder. Maar probeer toch eerst goed je groente te gaan kneden. Goed, na het kneden van onze rode kool gaan we als volgende stap zout aan toevoegen. Hoeveelheid zout is afhankelijk van het gewicht van je groente. We nemen ongeveer 2% van jouw gewicht, gaan we daar zout aan toevoegen. En waarom voegen we zout toe? Dat is eigenlijk om onze bacteriën te gaan doden. Voilà, dus ik voeg mijn zout toe. En dan gaan we nog eventjes ons zout gaan mengen. Onze volgende stap is om onze rode kool in onze glazen bokaal te steken. Belangrijk hierbij is dat we onze rode kool goed gaan aandrukken in de bokaal, zodat er zo weinig mogelijk lucht in onze bokaal zit. Voilà, zoals jullie kunnen zien heb ik al mijn rode kool in deze glazen bokaal gestoken. En heb ik deze goed aangedrukt. Een tip voor iedereen, hou hier ongeveer 1 centimeter of 1,5 centimeter ruimte vrij. Waarom? Omdat er eigenlijk door het fermenteren komen er gassen vrij. En dan kunnen die gassen zich bovenaan stapelen. Anders zou het kunnen gebeuren dat jouw deksel zomaar uit het niets gaat van je pot schieten. Oké, wat doen we in de volgende stap? Bij de volgende stap gaan we ons sap van onze groente gaan toevoegen in de pot. Wanneer dat je te weinig sap hebt, door bijvoorbeeld rode kool, kunnen we eigenlijk gewoon water gaan toevoegen in deze kom. Heel belangrijk is dat je ervoor zorgt dat al je groenten onder water staan. Voilà, ik heb water toegevoegd aan de pot. Het volgende wat we nu nog doen, is gewoon ons deksel erop. En dan zijn we helemaal klaar. Als jullie klaar zijn met alle stappen te overlopen, dan mag je de pot aan de kant zetten. Best is in een kamertemperatuur. En na een week zal je pas resultaat hebben. Tijdens die week moet je na 3 dagen eens je deksel open doen voor de gassen te laten vrijkomen. En daarna kan je deze direct terug dicht doen en opnieuw verder laten bewaren. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe alvast een duimpje omhoog. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende!